Dit is het grootste pretpark ter wereld. En wie van ons als eerste alle attracties heeft gedaan, wint 1000 euro. Disney World in Florida is, mede omdat het een verzameling is van 4 verschillende parken, officieel het grootste pretpark ter wereld. In totaal zijn er 59 echte rides. En die gaan we zo snel mogelijk proberen af te tikken. En geloof me, dat is best pittig. En dan hoor ik je denken, tegen wie ben ik eigenlijk aan het strijden? Nou, my name is Chad, I'm 20 years old and I'm a content creator and a YouTuber. I'm from Orlando, Florida in the United States of America. Ik heb Chad letterlijk gevonden door op YouTube te zoeken naar YouTuber in Orlando. En na een paar mailtjes leek het hem leuk om mee te doen. Shout out to everybody that's in the Netherlands. Well, you are a Max Verstappen fan, so. Yes, I'm Super Max, Super Max, let's go. Are you ready? I'm ready. All right, good luck. Let's go. First stop is gonna be Mission Space. Eerste attractie, the seas. We're walking, not running, because we don't want to be out of breath. We also gotta save our stamina. It's a long challenge, so we gotta be smart. Shit. Oké, daar gaan we. Chad besloot eerst de wat extremere attracties te proberen. En ik... Dit is echt geen reta. De wat minder extreme. Yo, that was actually really fun. Ik ben niet helemaal naar Florida gekomen om te leren over de agrarische sector. Daarvoor kan ik ook wel gewoon in Nederland terecht. We just got to our next ride. Gracias. Hey, how are you? Yeah, good to see you. Ding is wel, niemand rent hier. Het is wel een beetje raar gezicht. Excuse me, which one is shorter? They're both kind of the same right now. Both kind of the same? That one was speaking at 25 miles per hour. Alright, we got a long day. We'll take the green side. Alright guys, we're being smart with it. Because complete is complete, right? Let's do it. We've encountered our first line. Ja, rijen. We weten allemaal dat lang in de rij staan voor attracties hoort bij het pretparkleven. Maar gelukkig hadden onze vrienden van Disney ons toegang gegeven tot de Lightning Lane van een aantal attracties. Waardoor we soms niet in de lange rij hoefden te staan. Lekker. Dit is echt super lekker. Kijk, hier achter mij, allemaal mensen in de rij. Kelly kan gewoon doorlopen. Nou, daar gaan we. Als we alle 59 attracties in deze video gaan laten zien, wordt deze video letterlijk 600 uur of zo. Dus ik doe het even zo. In de eerste 4 uur van ons avontuur hadden Chad en ik beide vrijwel op hetzelfde tempo de volgende 15 attracties afgetikt. En dat voelt misschien als veel, maar we moeten er nog 44. Het is op dit moment 16 uur 32. And we are on to Hollywood Studios. Wat mij het verstandigst lijkt is als ik naar Magic Kingdom ga. Na een korte transfer tussen de parken en even wat gegeten te hebben, was het weer tijd voor... Let's go, let's go, let's go! Attracties! Maestro, muziek! The alien swirling saucers. Right. Hier realiseer ik me hoe ver het eigenlijk is dat ik voor mijn werk een paar dagen in een pretpark mag rondrennen. We're at our fifth ride here at Hollywood Studios. Classic. Tijd voor een beetje spanning. Om het nog wat spannender te maken hebben Chad en ik beide 3 enveloppen gekregen. We're gonna open envelope number 2. Waar we er 2 van mogen kiezen en openmaken. Oeh. In elke envelop zitten verschillende onhandige opdrachten die we aan onze tegenstander mogen geven. Zoals... Freeze your opponent for 1 hour. I can either use it as the day starts, or I could use it at 2 o'clock when it's time for him to change locations. Shout out Winnie de Pooh. Ik ging zo lekker, joh. Daar word je bang van. Over bang gesproken... What's the problem? I'm scared of this one. I've got no shame in saying it. I'm scared of this. I think I'm gonna leave it till tomorrow. It gives me that feeling. And I'm hearing the screams too. Nah, I'll leave it till tomorrow. It's making me nervous. Ik mis mijn vrienden, zeg maar wel. This park is officially closing. It's about to be 9 p.m. Oh ja, dat komt er ook nog bij. Het ene park gaat namelijk eerder dicht dan de ander. Sterker nog, er zijn zelfs specifieke attracties die eerder sluiten. Sommige attracties sluiten bijvoorbeeld al om 4 uur 's middags. Ja, je moet niet alleen gek zijn, maar ook een beetje slim. That was a firework. Ja, ik hoor een paar flinke knallen, joh. Dat kan maar 1 ding betekenen natuurlijk. Oké, ik weet dat we midden in een wedstrijd zitten en dat we hier eigenlijk helemaal geen tijd voor hebben. Maar check dit even. Eerlijk, deze vuurwerkshow, ik heb nog nooit zoiets gezien. Terwijl al veel bezoekers naar huis gingen, waren Chad en ik vastberaden om tot sluitingstijd door te gaan. Eerlijk, Ariel is wel... Let's go! Let's try and get at least one more ride in. En na een wilde avond sloot ik dag 1 af met een rustgevende attractie. I love you! I can see a future in him! Meet my parents! Let's
Look who it is. Feels like years. How was your day? Very good. Oh, I don't like how that sounds. Alle attracties zijn dicht. Chad leeft nog, ik ook. Wel tristen. Wie is er nou gekker dan? Dag 2. Let's go. I'm ready. Are you? I think I am. I'm more prepared today. I think I'm more ready. Daar gingen we weer. Chad heeft hier op dag 1 al 6 attracties gedaan. En ik nog 0. Dus tempo. Er is 1 attractie. En die wil ik als eerste get. As far as Hollywood Studios goes, we pretty much conquered it. We got 2 rides left, so I just need to make sure I find those 2. Ik ga in de drukste attractie van dit park, namelijk de Star Wars attractie. Logisch, want ja, Star Wars. Deze attractie was niet normaal. Echt niet normaal. Het voelde alsof ik in een paar minuten een heel sterrenstelsel had gered van de ondergang. Inclusief lightsabers, Darth Vader en super aardig personeel. So you're having a good day? No. Oh, okay. Guys, we're back to face my fear of the terror drop. But the screams are still there. I don't know, I'm not gonna lie. My fears have not gotten any better. I'm nervous. My heart is beating. Ja, Chad die durfde dus niet te filmen in deze attractie, want hij was te bang. Maar dit is hoe andere mensen reageren op de Tower of Terror. That was traumatic. It felt like what happens in your nightmares, for sure. Hey man. What's going on? So I decided to freeze you for an hour. Oh. Starting right now? Yeah. All right. Keep smiling. Yeah, later man. Gotta move. Dit is mijn moment om als een gek attracties af te werken en mijn voorsprong uit te breiden. Het is zo druk hier. En af en toe probeer ik bij mijn cameraman die Michael los te peuteren hoe het met Chad ging. Hoeveel heeft hij al? Zeg het. 3. Free at last. The 1 hour freeze is over. Gotta go. Chad had dit park al uitgespeeld, dus besloot hij direct door te gaan naar het grootste park, Magic Kingdom. En terwijl ik ook mijn totaal niet enge laatste attractie van dit park afronde. Ah! Tower of Terror. Was Chad aangekomen in het volgende park, waar hij klaar was om keihard alle attracties. We have to wait until 2 p.m. So it's confirmed we have to wait until. Oh, I wish they told us that over there. Dark times. We've been deceived. Kelvin planted a spy. Oké, Chad kwam er hier dus achter dat je als bezoeker van Disney World pas vanaf 2 uur tussen de parken mag switchen. En aangezien hij moest wachten, besloot hij mij ook te laten wachten. What's going on? What you doing? Nothing. All right. Well. I was thinking that you could continue doing nothing for just 1 more hour. You just did the Uno reverse card. Enjoy some nice sun, a nice needed tan. Er had een slechtere moment kunnen zijn voor mij om stil te moeten staan. Nu ga ik gewoon maar echt chillen, een beetje eten. En dan ga ik straks naar het volgende park. Het is 2 uur geweest. Tijd voor Chad om te shinen. And that was Barnmaster. The people mover. Michael. Right. Precies een uur geleden dat Chad mij heeft gebeld. Dus ik ben weer on the move. Na een half uur wachten op een bus die niet kwam en een taxichauffeur die geen navigatie kon lezen. Ja, mevrouw was eventjes verkeerd gereden. Dat is niet handig. Kwam ik ook aan bij Magic Kingdom. Ja, hiervoor ben ik helemaal hierheen gekomen. Voor dit eiland waar ik letterlijk waarschijnlijk 2 minuten op ga. Kijk naar dit eiland. Wow, echt mooi hier man. En na dit prachtige eiland was het tijd voor... Envelope time, envelope time, envelope time, envelope time. Tijd voor een envelope. Ja, yeah, het is oké. Okay. Maar... ik kies voor 3. And I'm thinking I'm gonna choose envelope 3. Ja mensen, geloof me, het is puur toeval dat Chad en ik weer dezelfde envelope openen. Pick one ride your opponent has to do again. Immediately. This is a game changer. I'm gonna call Kelvin right now. Oh, Chad belt mij nu. Hey man. So I got an envelope. I'm gonna use mine now. So the ride that I'm choosing hit me is Space Mountain. Great. I love Space Mountain. It should give you a warm time with the waiting. Thanks for this. Hey, no problem. Peace out. Ja, ik lach wel, maar ik haat hem. Deze timing kon niet slecht. Want omdat ik nu de attractie Space Mountain meteen weer opnieuw moet doen, loop ik de kans dat ik de treintje attractie ga missen. En dan denk je, treintje attractie, boeien. Nou, wel boeien, want die gaat vroeg dicht en is heel belangrijk. Want als ik die vandaag niet haal, moet ik morgen speciaal voor die ene attractie weer terug naar dit park. En dat gaat heel veel tijd kosten. Dus, tempo. Omdat de nood hoog was, besloot ik om over het hekje te klimmen. Zodat ik in de korte rij mocht staan. Ik hoor hier te lopen, ik ben nu hier gaan lopen. Maar bij Disney weten ze een valsspeler maar al te goed te spotten. Ik hem nog een keer scannen. En voor ik het wist, werd ik aan de kant geroepen. Ik probeerde het nog recht te lullen, maar toen ik zag dat ze op de beveiligingscamera zagen dat ik stiekem over een hekje was geklommen, werd ik vriendelijk verzocht naar buiten te gaan. Dat heeft niet gewerkt. Dat is erg jammer. Shooting Arcade. Ondertussen timmerde Chad lekker aan de weg. Mensen schieten echt niet op hier. Het is echt verschrikkelijk. Liberty Square Riverboat was amazing. Na 50 minuten in de rij kon ik eindelijk instappen in het karretje. Ik heb nog een kwartier ongeveer.
en het is 6 minuten lopen. Maar ja, ik ga alsnog wel even een sprintje trekken. Later! Zo. Het treintje gaat net vertrekken, denk ik. I'm racing my friend, trying to do all the rides in as fast as possible. Go, go, go. You can do it. We're rooting for you. All right, thank you. Oh, ik ben zo blij hiermee. Ik ben hier zo blij mee. Net een tijd. Na het treintje kon ik lekker losgaan op de attracties die tot laat in de avond open waren. Dit is de eerste. Deze kan ik in 1 minuutje doen. En weer door. Later dino's. En terwijl ik weer gas kon geven, wilde Chad in de treintje attractie. Je weet wel, dat treintje die vroeg dichtging. We're looking for Walt Disney narrow gauge train. Railroad's gonna be here. They are not operating at the moment. They do that during the day. Oh. Dit is een tegenvaller. Dit betekent namelijk dat Chad morgen terug moet naar Magic Kingdom voor alleen deze attractie, zodat hij dit park kan afronden. Describe your day in one word. Hectic, for sure. Mine was peaceful. Peaceful. I don't know about that one. How do you say peaceful in Dutch? Vredig. Vredig? Vredig. My day was not vredig. Absolutely not. Daar gaan we. Dag 3. Animal Kingdom. Chad moet nog 12 attracties. Ik moet er nog 8. Het kan nog alle kanten op. Goedemorgen. Wie zijn de gekker? De Amerikanen of de Nederlanders? Nou, jullie gaan erachter komen. I just told them you are one of the nicest people I've ever met. Really? No. See ya. Let's go, let's go, let's go. We weten nu hoe het werkt. In no time rammen Chad en ik de ene na de andere attractie erdoorheen. There we go. Thank you. Next stop. Where is he? Super gaaf. You know, that kid is stuck in there. I'm not going in there. Definitely not going in that slide. Yep. Zowel Chad als ik gingen helemaal lekker. Zo lekker zelf dat ik compleet was vergeten dat ik Chad nog mocht dwarsbomen door hem nog een keer in een attractie te laten gaan. Ik kreeg nog even een nat pak. Ik ben helemaal doorweekt. Oh, you're allowed to touch the animals? En Chad ging nog even knuffelen. Oh, not in the face of the mouth. We're just gonna touch the body part. Nou ja. Well, that sounded a little weird, but... Oh, hello. En na dieren knuffelen kwam Chad aan bij zijn laatste attractie van Animal Kingdom. Yeah, no, there's not one dry seat. We're screwed. Ik maakte nog even wat vrienden in mijn ene laatste ritje. How are you? Good, how are you? Yeah, good. This is part of the ride, I assume? Okay, thank God. Chad pakte de bus richting Magic Kingdom voor dat treintje, weet je wel, waar hij gisteren niet in kon. En ik maakte me klaar voor mijn laatste attractie. Thank you. Is this the way to the train? Oh, thank you, thank you. De laatste. We gotta go. Ik had even een biertje om te vieren. Beide waren we meer dan 45 uur bezig met deze challenge. Is it too late to get on the train? En na veel gezweet en gestress hadden we beide alle 59 attracties gedaan. Daar zijn we dan. Still alive? Still alive. Barely. Onze opdracht, alle attracties in het grootste pretpark ter wereld zo snel mogelijk doen. You won. Oh my god! Good job. You did it. Wow! I'm still gonna give you $1,000. Oh, thank you. You gotta invest it in your YouTube channel, okay? Yes, sir. That's exactly what I'm gonna do.